Meneer Van Adegem, hallo. Hoort u mij? Ja, jammer genoeg wel. Meneer Van Adegem, die bedreigingen bij Feyenoord, hè? Ja, wat is er mee? Nou, dat gaat toch ontzettend ver dat Vajnovic in zijn eigen huis met de dood wordt bedreigd? Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Die gozer is 25 jaar en die heeft al een eigen huis. Nee. Je kent het niet. Nee. Nee, maar dit hele gedoe, nou, dat heeft natuurlijk niks met voetballen te maken. Nee, maar het gebeurt anders wel bij Feyenoord. Ja, maar Feyenoord heeft op dit moment ook niks met voetballen te maken. Maar ze zeggen dat het al veel langer speelt, hè? In uw tijd. Werden spelers toen ook al zo bedreigd? Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar wij wonnen altijd. Ze hebben toch geen zin om te gaan lopen dreigen? Dus bij jullie gebeurde dat niet, dat soort narigheid? Nou, dat hoor je me niet zeggen. Maar kijk, als bij onze spits bijvoorbeeld hem er eens een tijdje niet inschoot, dan werd hij wel bedreigd. Maar dat deden we zelf. Maar met de supporters hadden jullie nooit problemen? Nou, ook wel. Nee, maar we hadden wel eens zondag dat de supporters niet naar genoegen hadden gezongen en gejuich. En dan stond Rinus Israël s'avonds gewoon bij ze in de tuin het konijn ook aan puin te stampen. Theo Lazaroms, weet je niet? De tank, Theo. Die heb een keer de voorzitter van de supportersvereniging ondersteboven in de lichtmasten gehangen. Omdat er een spelfout op zijn spandoek stond. Ja. In mijn tijd stond de harde kern van Feyenoord, die stond gewoon op het veld. Juist, maar... Weet je niet? Maar u zegt dus eigenlijk... Maar spelers bedreigen helpt toch helemaal niks? Nee, dat zeg ik niet. Soms helpt het misschien wel. Ze hebben van de week wel van Rode JC gewonnen voor de B-kit. Ja, dat is waar. Toch? Ja. Nou, daar hebben ze stevig voor moeten dreigen, maar nou is het gelukt ook. Ja. Alleen tegen dat Roda, toen was Dirk Kuyt bijvoorbeeld weer als enige, die was bijvoorbeeld weer heel slecht. Dus ik denk dat die nou bijvoorbeeld niet zo heel lekker slaapt. De burgemeester Thomas' single 42B. Ja, meneer Van Adegem, ik geloof dat ik hier een gesprek heb, moet beëindigen. Tot slot, morgen de klassieker Ajax-Feyenoord. Wat is uw voorspelling voor de klassieker van morgen? Nou, ik denk nog wel een nulletje op 4-5 voor Feyenoord. Met een hattrick voor Dirk Kuyt. Oh. Wat gaat u met die spullen doen, meneer Van Adegem? Wat gaat u met die spullen doen? Dat is de verkeerde vraag. Oké, dank u. Dank u, meneer Van Adegem.